Podcast. Die jingles ook altijd langer en langer. Dat is een 18 seconden jingle of zoiets. Voor mij moet het niet stoppen, ze. Nee. Oké, van mij wel. Als we te kort de podcast willen houden. Shit, ja. Welke dag zijn we? 14 augustus? Ja, augustus. We zijn de maand augustus. Okay. Welk jaar zijn we thuis? Augustus, sure. 2006 of zo. Ja, klopt. Zeker. Binnenkort, of nee, is de PS3 al uit? Volgend jaar zeker? 2006 zeker. Is dat 2006? Of 2006? Ja, ik hoop dat ze ooit eens een remake maken van Crash Bandicoot. Oh, dat zou echt graag zijn. En dan zo HD. Die hitboxen allemaal fixen. Kennen jullie HD al? Wat? Kennen jullie HD al? Nee, ik speel alles op 480p. Wat is HD? Dat wil zeggen hyperdrive. Ja? Oh, kun je ermee reizen? Ja. Oh, nice. Met de PS3. Ah, zouden ze in 2015, zo het jaar van Back to the Future, ook zo van die hoverboards aan hebben? Volgens mij wel. Een self-tying shoes? Sowieso. Echte hoverboards. Dat zou echt graaf zijn. Hé, die hadden ze toch echt trouwens, die self-tying shoes? Ja. Die hebben ze echt gehad of zoiets. Maar ik weet niet hoe dat ermee zat. Heb je er geen? Die werden per opbod verkocht, ja. Of weet ook. Ja, zo, Sander ook maar 100 stuks. Ik hoop dat ze wel een paar hebben gegeven aan Michael J. Fox. Ah ja, die kan ze schoen zelf niet toe doen. Ik ga die ook trouwens gebruiken. Maar ik zou je zeggen, geef er dan gehandicapt. Ja, stuur mij alsjeblieft self-tying shoes. En dingen om sokken aan te doen. Of gewoon schoenen met iemand erbij dat ze altijd dicht wil knopen. Zoals in de koloniale tijd. Ik dacht eerder al zo, een jonge dame van 25 of zo. Maar ja, oké. Nee, wil je meer over de koloniale tijd? Ik heb het ongemakkelijk gemaakt nu. Nee, vertel meer. Vertel meer over je 18-jarige fetisch. Ja, welkom bij podcast. Mijn 18-jarige fetisch, Peter zijn 18-jarige fetisch. Maar hier is buiten. Ik zei een griet van 26. Jij bent hier de sugar daddy, zo man. Ja, omdat mijn lief 10 jaar jonger is. Ja. Oké. Is dit 10 jaar? Ja, die is 25. 10 in het kwadraat. 7. Nee, ik word er 35. Ja. Echt? Oké, okay, ja. Je trekt met jouw mensen op thuis. Het is zo. Hoe voel je nu? Oud Peterke. Oud. Wie, manneke. Vanaf nu. Ik ben Jonas Heinert. Oké. Okay. Ik weet niet of ik dat deed. Vol. Misschien een schema. Ja, sorry, structuur, man. Eerste, wacht, nee, niet dezelfde jingle, hè? Origineel zijn. Het moet creatief origineel zijn. Wat is dit? Het eerste onderdeel is, wat heb je gedaan de voorbije week? Jingle! Wat heb jij gedaan deze week? Ik zit precies terug op catechese. Jingle is jingle. Ja, okay. Nee, het is waar. Thijs, wat heb je gedaan? Onze heer. Ik heb deze week proberen werken, maar William zei altijd, ik verveel mij, ik kom af. Dus ik heb William gewerkt. Die zegt, ik heb nul tijd om films te kijken, maar ik constant verveeld. Fuck it. Dus ik heb gewerkt met William in de buurt. Oei. Dat is echt goed. Ik was hier de zaterdag ook, of de vrijdag hier weer. En Thijs zo... Als je wilt, je kunt Counter-Strike spelen. Dan kon hij voortwerken op zijn laptop. De keer ervoor ook, maar dan heb je de PS4 gedaan. Nee, ja, dat was woensdag of zo. Dat is echt gewoon het kindje aan het scherm zitten. Speelt maar wat, manneke. Ja, dat is echt. Ja, maar ik had wel wat rum cola op, dus echt focus kon het niet. Ja, is Thijs drunk? Nee. En hoe is dat Thijs drunk? Heel agressief, denk ik. Nee, ik was helemaal niet drunk, maar ik voelde wel dat er alcohol in zat. Dus ik had weet het serieus gefapt. Ah ja, waar dat je bij zat dan. Ja. Typisch. Hij is nu ook bezig trouwens. Ja. Ja, het is geen visueel medium helaas. Maar... Ja. We waren aan het kijken voor de Let's Play, maar... De Let's Play? Ja, voor de Let's Play, voor het YouTube-kanaal. Ah, dat is juist, ja. Maar we nog plannen. Moet nog in die doos nemen en een capture card vinden. Ik heb nog niet echt veel zin. Ergens tussen deze 20.000 dozen die hier staan. En dat is echt geen overstatement. Dit is echt, ik wil ze zelfs niet tellen. Ik denk niet dat ik tot zoveel kan tellen. Waanzin. Ja. Het daglicht ziet deze er nog niet drukwekkend uit. Maar we zijn dus inderdaad van plan om ooit eens in een verre toekomst een soort Let's Play te doen. Ik wil dat wel doen, maar... Ja, ik wil dat ook wel doen, maar... Leuk. Tegen dat jij die capture card hebt gevonden. Ik zal volgende week als de tijd proberen maken om dat te zoeken. Alright. Dus want William, volgende week niet afkomen, wilt dat zeggen? Dat is eigenlijk ik heb dus deze week ook nog gigantisch veel werk. Dus dat je hier komt om te zoeken naar een capture card. Ik ga die helft van die dozen niet eens op, hè.
kan wel rondkijken gewoon. Dat is wel zitten en wijzen. Oké, Peter, wat heb jij deze week gedaan? Want ik heb echt niks aan... ik heb gegamed, maar dat is zoveel anders. Ja, ça va. Bij mij was het ook fysiek rustiger, maar ik heb vooral veel geschreven eigenlijk. Ja, wij zijn... Podcast. William en ik zijn... Het is een heel impromptu podcast, want William en ik komen eigenlijk rust van even kort iets te pitchen. En dat was leuk. Dat was tof. Voor uzelf, Peter. Ja, voor mij was het leuk. Voor mij was het tof. Ik vond het verschrikkelijk. Ja, jij zit dan ook, William Boeven. Daarom was het en al te veel stress. Ja, zo wel gezonde excitement. Gezonde zo, zenuwen, ja. Je zit er toch wel even aan bezig. Nou ja, ik weet het, maar ik bedoel... geschreven, herschreven, samengezeten, nog eens over nagedacht. Ruzie gemaakt. Gisteravond zat ik nog te schrijven zelfs. En dan vandaag dat toch gaan voorleggen. En ze leken mij... Kun je dat eens uitleggen wat zo'n pitch is? Allee, of hoe dat werkt? Of is dat niet voor jou? Dat hangt er altijd wel van af. Je komt eigenlijk gewoon met een soort verhaal af. Plus setting. Plus de stijl wat. Eigenlijk moet je dat zo kort mogelijk proberen uit te leggen. Ja, maar ik vraag mij dat dan af. Want je waait bezig over welke liedjes dat het in je scenario is. Ja, maar dat is al wel specifieker. Maar voor mij zijn die leads... Ik zit die ook vaak in de scenario's, omdat... we hebben een eerste aflevering geschreven, voor de duidelijkheid. Gewoon ook om dat op wat te kunnen voorleggen. Maar daarin zit ik ook meestal al muziek. Ik doe ook als ik filmscenario's schrijf. Omdat het voor mij een deel van die worldbuilding is. Ik ben zoveel met muziek bezig. En omdat Peter elitair is. Je hoort mij ook altijd memmen over gaming soundtracks. No shit. Yep. Dus, maar dat is gewoon voor mij een heel belangrijk deel van de ervaring. En dat bepaalt wel meer de sfeer, vind ik. Dat je dat erin krijgt. True that. Dat is inderdaad een worldbuilding erbij. Je krijgt er een gevoel bij. Elke muziek maakt een soort emotie los. Die dat je kunt mee betrekken in je fragment. Of in je verhaal. We zijn ook op DJ Shadow naar de pitch gereden om in die juiste sfeer te komen. Introducing. DJ Shadow. Shout out naar Shadow. DJ Shadow. Kinderladen DJ Shadow. Die stond elke week in de La Rocca. Ben niet als het maar waar, dan zou ik naar de laag kijken. Dat is echt wel bonzin. Ja. Nee, dat is een soort trip-hop muzikant. Heel veel samplekes, heel graaf. Goeie album, Introducing. Ja. En daarop zijn wij naar de Introducing, de graafste sampleplaat is ooit gemaakt. Oké. Heel goeie neem. We zullen die ooit laten horen, maar dat gaat waarschijnlijk niet via Saban. Dus. Nee, denk het niet, vrees het. Met zijn goedkeuring, nee. Ja, of dan nog niet met Saban. Hey Shadow. Afstand ervan doen. Gaan we dat plutje opzetten, daar is de podcast. DJ Shadow. Oh yeah, pot fromage, I know it, from Belgium. Pot fromage. Pot cheese. Pot fromage. Pot cheese. Maar nee, we hebben een paar afleveringen geleden, toen we nog in de Ardennen zaten. Heerlijk, gezellig. Riep Julian. Wil je dat uitleggen? Toen dat Julian nog... Ripped was? Ah, en sprak. Toen Julian nog... Ja. Ja, het is zonder Bert en Julie in deze podcast. Maar dat was misschien wel het zijn we elkaar aan het voelen ergens. Ja, achteraan, beneden, in de kelder. Julie lag je nog te slapen in Bert. Is erbij gewoon liggen. Ondertekend. Zullen we dat Julie hier zo al 2 maanden slaapt gewoon. Ja. What year is it? 2006. Ja, right. Je zag een nieuwe Jurassic Park. Ja, Jurassic World. Sindsdien net gekomen. Ben hadden 2 al. We hebben... Misschien moet je niet altijd in de microfoon vapen, William Boeven. Doe het ernaast. Ja, maar... Ja, 10 centimeter. Ja. De enige professional met de microfoons. Ik ben heel slecht met microfoons. Ik zie je dat ook niet echt in het podium. Ja, dus... En we hopen dus nu naar de volgende stappen in de toekomst te kunnen gaan. Maar ja, dat is allemaal heel lange processen. Ja, dus, snap het. En er kan nog heel veel misgaan. Maar het is heel plezant om ermee bezig te zijn. Het is heel leuk om het stapsgewijs tot stand te zien komen, hopelijk ooit. Ja, u weet. Het is weg. Maar we zijn zelf wel, ik mag nou wel zeggen, wel heel trots. Met wat dat wel, ja, absoluut. Wat we dat wel hebben. We zijn tevreden. Ja. Hopen we. Dus, hopen we. Dat was vooral mijn week. Heel veel dat schrijven. Please buy it. Iemand gaat gewoon even... Please give money. Ja, dat is iets anders. Beste producers die allemaal nu luisteren. Misschien moeten we gewoon de podcast link naar alle producers doen. Doorsturen. Die gaan er allemaal dus, zo... We hebben ergens een aflevering iets met films. We zijn je moet even 10 uur gaming nonsense en brandende batterijen en door. Julian die slaapt.
En Bart hierop. Hasten ging as do it. As do it. Ik bedoel, is dood. S. Lekkere ves. Lekker. En William, wat heb jij gedaan behalve naar thuis gaan? Ik ben naar thuis geweest. Ik heb thuis ook gegamed. Ik heb echt een heel rustig week gedaan. Waar heb je gegamed? Of is dat voor het gamingsmoment? Downwell heb ik gespeeld. Weet wat? Dat ken ik niet. Nee, Peter, ken je dat niet? Je hebt het nog tens op mijn PS4 gedownload, eikel. Ja, ik was me aan het vervelen bij William. Ja, dus hij heeft gewoon alles wat in de PlayStation Store te downloaden was, gewoon allemaal binnengetrokken. Als gratis was, heb ik het erop gezet. Ja, maar het is wel een heel leuk spel, eigenlijk. Is het waar? Ja, het is een soort roguelike. Ah ja, dat is een die. Ja, ik weet nu welke. Ja, PS Plus. Het is wel heel moeilijk. Het is echt wel moeilijk, ja. Okay. Je valt altijd naar beneden, je schiet naar beneden. Ja, maar je kogels retro... rocken op en... Okay. Je hebt ook maar 4 levenkjes, dus... Levenkjes. Weer ventjes. Dus, ja, okay. Het is moeilijk, het is echt moeilijk. Maar je krijgt altijd upgrades en zo. Ja. Die zijn wel redelijk random. En je kunt zo schieten naar beneden, maar dat kan ook shotgun worden of laser, of gewoon kogel of mitrailleur. En je moet eigenlijk gems verzamelen. Hij speelt op de Vita of de PS4? Op de PS4. Oké. Ik kan wel op een Vita zitten. Ja, het is daar ook misschien wel. Dat heb ik gespeeld. Wat heb ik nog gedaan? Don't Die, Mr. Robot. Okay, Don't Die, Robot. Is ook een van die spelletjes dat ik heb gezien. Ja, inderdaad. Dat is ook weer iets dat ik heb gedaan. Ik dacht, als er dan toch op staat. Don't Die, Robot, denk ik dat is. Ik weet het niet zo. Dat is een hele trippy arcade game. Maar wel leuk. Het komt erop neer. Je moet gewoon zo lang mogelijk overleven. Een beetje... Nee. Ik val het op dat ze wel thuis als ik je gewoon aan het gamen zitten, zodat je ons wat gerust laat. Met mij is dat niet te schoon, ja. William komt langs, hier speel Counter-Strike. Ja, nee, ja. Een spel uit wat, 98 of zo? Hier, jongen, speel dat maar. Ja, het spel is 8 jaar oud. Ah ja, ja, juist, dat is al 8 jaar oud. Nee, ja, het is gewoon... Toen Peter nog jong was. Ik had hem gezegd dat het moest werken, dus nee, was dat is prioriteit even. Dus. Ja, terecht. Tug Life. En, maar jij hebt ook nog je pitch gehad. Of wil je het erover hebben? Je hebt toch ook al een goede vergadering gehad? Ik heb... Ja, het probleem is, ik doe die zelf niet. Hè. Dat is het voordeel van developer zijn. Dus ik ben... Ik doe samen met iemand een project, maar... Dat is het voordeel van luizen. Het is zijn idee wel, origineel. Ja. Ik heb mij een soort van... ingekocht niet, maar een beetje wel. Maar gewoon... Je hebt gewoon gedreigd. Ja, zoiets. Typisch. Via een andere manier. En... Kom maar een bruine balzak boven heeft... als je niet meer. Geef me aandeel of kom een balzak boven. Nee, not the bruine bal. Hier zijn mijn kinderen. Oh, allee. Hier is de RSS. Oh, nee. Maar ga vooral voor je thuis ook zo'n schudden met zo'n zakje. Zo. Gelijk met een zak knikjes. Zo. Met bruin zakje? Ja, dat is een bruin zakje. Allee, jongen. Thuis een knikkerzakje. Thuis brown bag, Bastiaan. Gold bullet. Back on track with a little brown bag. Waar zat ik in mijn verhaal? Ja. Sorry, ouders van Thijs, weer al. Andere persoon dus, die heeft een idee. En hij heeft dus ook alle contactpersonen. Dus hij heeft een eerste pitch gedaan voor eigenlijk iets wat relevant is aan het product. Maar zij zijn met een ander voorstel op de proppen gekomen, wat eigenlijk nog ook mega awesome is en er nog eens bovenop komt. Dat mag ik allemaal nog niet uitleggen. Dus dat is pas voor tegen het einde van de maand. Ten 31 augustus hebben we daar nog een meeting. Volgende week is er nog een meeting met een paar CEO's van banken. Nee. Dus dat is ook wel vrij groot. Dus dat komt er ook allemaal nog aan. Dus daarom dat ik even heel veel werk is om dat allemaal af te krijgen. Maar jij zit er dan niet zelf bij die vergadering? Nee. Maar dat is dan voor u toch wel elke keer bang af? Dat sukt. Mwah. Het probleem is, ik ben ooit... Vroeger heb ik dat heel veel gedaan, ze producten zelf geïnvesteerd. En die dan gaan laten pitchen door iemand. En dat was iemand die heel bekwaam is. En dat is een paar keer zo slecht afgelopen door bepaalde contracten niet doorgaan, dat ik mij daar niet meer zoveel van aantrek. Natuurlijk, dit is een product waar ik echt wel zelf in geloof. En zelf heb aan meegedacht. Dus het is iets anders, maar meestal ben ik toch op mijn ander werk. Dus... Ja. Kan ik mij daarmee wel afleiden. Maar ja, het is wel spannende tijden voor mij. Maar daar kan ik pas in september meer over vertellen. Dus. Allee jong, veel excitement hier voor ons drie. Ja. Misschien gaan we eigenlijk een keer iets doen met ons leven.
Nee, podcast. Ah, ja, podcast. En jij wilt toch ook eventueel into gaming development gaan? Probleem is... Dat is een lange baan nu zeker. Gaming development klinkt super cool, maar als je er echt in de nitty-gritty op gaat, dan weet je wat voor een kakwereld dat eigenlijk is. Dus ik ken ook iemand, een collega van mij. Hallo, als je luistert. Hallo. Nikas en Balzak. Die heeft vroeger een gaming studio gehad in België, maar dat is gewoon zo ondoenbaar om hier, budgetten in België. Zoek amper subsidie voor momenten. Oh ja, tuurlijk, maar kijk naar... De enige studio die ongeveer een beetje lukt, zijn die van Divinity Original Sin daar. Maar... Er zijn Belgische studio's. Er zijn wel een aantal kleine die ook wel, eigenlijk die van, ja, van Space Pirate. Ja, maar dat zijn ook games dat je vaak met één of twee developers kunt doen. Dat wel, ja. Als je naar hogere games begint te gaan, daar is het dan... De grootste, maar is het niet sowieso dat je in heel de gaming-industrie met die indies met kleine teams kunt werken, maar als je echt een grote wilt, dat er echt wel veel meer voor moet gebeuren? Het is gewoon, zeker nu dat ik gepraat heb met die developer van Horizon Zero Dawn, dat product Horizon heeft 180 miljoen gekost. Dus ja. Ten eerste is dat is waanzinnig. Dus dat is een gigantisch risico, maar ja, dat zit bij een publisher die dat wilt aan investeren, want natuurlijk is dat ook met 1000 pitches en zo, net als met tv-series en zo verder. Maar dan ten tweede, als je dan luistert naar die developer, die heeft 3 jaar gewerkt aan die game. Het enige dat hij gedaan heeft... Nee, hij vertelde mij, ja, ik ben nu de game aan het spelen, maar ik wil weten hoe dat verhaal gaat. Ik zeg, hoe, hij weet dat niet. Hij zegt, nee, dat is zo'n gigantisch team. Nee, hij zegt, ik zat gewoon op een totaal andere afdeling. Het enige wat hij heeft gedaan, is 3 jaar gewerkt aan de weerseffecten. Maar dat is zoveel uit handen geven, oké? Dus hij zit nu na 3 jaar gewoon... Moet hij zelf weten hoe dat een game gaat. Hij kent het verhaal niet eens. En dan, dat heeft mij zo afgeschrokken van, ja, ik zou nooit zo aan een grote game willen meewerken. Ja, dan moet al indie gaan. Hè? Terwijl dat mijn levensdroom is wel ofwel een game voicen, dus of gewoon ergens dat mijn naam op een physical game kan staan. Ofwel voicen, een indie game maken en laten publishen, wat dat ook al bijna onmogelijk is gewoon, tenzij dat je met een LRG of zo kunt samenwerken. Zie vorige podcast of zoiets, denk ik. Genox as a gamer and a person. Genox as a gamer and a person. Ja, het is goed. Dus ja, dat... Genox as a balzak. Want ik was ook al aan game development. Ik heb dat al een paar keer gedaan. En is ook heel kleine dingetjes gemaakt. Maar nu wil ik een NES game maken. En een game dat runt op NES. Graaf. Homebrew. Homebrew stuff. Ja. Daar was ik aan begonnen. Maar dat is het een soort Street Fighter met Peter? dat is de walking sim. Ja, gewoon dat negers neerslaan. Ah, nee. Peter die mensen neerslaat. Ik zou echt veel geld voor geven. Maar, en effectief op een cartridge kijken. Dat is nu... Maar het probleem is, elke keer als ik dan zo 10 minuten tijd heb, begin ik daaraan. En tegen dat ik weer ingelezen ben, dan heb ik weer geen tijd meer. Oh, ik verveelde me. Dan niet, want dan heb ik echt werk te doen. Peter heeft geen tijd. Ja, Peter is aan het schrijven aan de reeks die wij samen willen maken. William Bova. Fuck you. Ja, fuck. Ja, fuck me. Ja, hoe durf ik? Schrijven is werken. Maar ja, games. Ik heb al veel gespeeld van de week. Is vooral... Misschien moeten we even een jingle voor het game, want eigenlijk... Ja, het ging al heel te veel. Ja, we zullen het even officieel maken. Welke games heb jij gespeeld, Genox? Oké. Welke heb je gespeeld als een gamer en welke als een person? Ja. Wat? Ik zelf heb Counter-Strike GO gespeeld, dus CSGO. Counter-Strike U! Ik heb gewoon al een heel lange historie met Counter-Strike. Ik heb zelf nog vroeger proberen pro gaan. Ik was vrij goed op weg, maar dan was ik plotseling begonnen aan een echte carrière. En dan zijn merkte... opeens online gaan spelen en merkte, oei. Oei, die bots. Dat is toch moeilijk. Die zijn moeilijker als bots, of wat? Ja. Nee. Ik speel dan altijd het liefste tegen bots. Ik speel echt niet graag public. Ik vind echt... Sorry. Oké. Okay. Vape nog wat in de micro, ja. Ja. Mijn juice is op. Ik heb vroeger vroeger echt wel nog pro proberen gaan, maar toen dat ik 16, 17 was, maar toen waren die budgetten er gewoon nog niet voor online e-sport zoals die er nu zijn. En dus dan was dat zo een loon van €500 of zo en dat kon er gewoon niet meer rondkomen. Dus toen heb ik beslist om voor mijn echte carrière te gaan, waar ik wel meer mee verdien nu. Maar kijk wel nog naar alle online matches, gewoon puur uit spijt.
Want bijvoorbeeld... Puur uit spijt, dat is wel echt heel... Ja, ik zou dat nog altijd super graag doen, maar aan de andere kant, als je kijkt, die zijn nooit thuis. Hè. 10 van de 12 maanden of zo zijn die aan het oefenen en weer. Dat is reizen. Sport, hè? Allee, sporters. Ja, ja, die toernooien zijn wel vaker als echte sporters. Het probleem is, nu is het bijna elke week toernooi. En dan hebben ze nog online leagues, dat ze dan door de week s'avonds moeten doen en zo. Ja. Maar... Allee, als je bijvoorbeeld kijkt naar van de week, was het Dota 2 Major. Dus Major is het grootste kampioenschap. Maar dat wordt gecrowdfund. Dus ze verkopen zo items op de Steam Store. En al dat geld gaat naar die Major. Dus degene die nu gewonnen hebben, die hebben 11 miljoen gekregen. Jesus. Dat is niet weinig, hè. Dat is voor vijf dagen te gaan gamen. Ja. Het is gewoon als je alleen door de voorrondes ging, kreeg je al een miljoen of zoiets. Ja, ik zeg voor vijf dagen gamen, maar dat is jaren van toewijding. Ja, tuurlijk. Vijf dagen gamen. Kun je ook zeggen, voetballen verdienen ook veel voor 90 minuten te werken. Maar dat is ook zo. Voetbal is een nette sport. Ja, ik vind dat ook wel. Ja, die mensen moeten wel... Er is heel zijn leven trainen ervoor ook. Okay, heel zijn leven. Tot zijn 30 en dan stopt hij. Ja, oké, maar er zijn... Er staan er ook wel 50 miljoen. Ja, of comedy of zo. Allee, bedoel. Ja, wel, snap je. Een beetje op het podium staan, een beetje grappig. De grapjes uithangen. Mopjes vertellen. Doe dat ook op cafés. Nee, wat ik wel nog graag zou doen, is zo af en toe een keer naar een LAN gaan, maar echt wel met een 5-man stack. Dus echt dat mijn full team nog een keer probleem is. Laatst keer ik naar een LAN ben ik alleen geweest. En zeg, 5-man team? Nee. Podcast? De Julian. Hell no. Wat is er mis mee? Nope. Nee. Ik heb ook vroeger nog Team Fortress 1 gespeeld. Team Fortress 1. Ik heb echt jouw Counter-Strike gespeeld. De 1.6. 1.6. Ik was een sniper. Een sniper. Maar dan is Overwatch echt wel iets voor jou als je Team Fortress goed vindt. Van wel plezant. Maar twee vond ik ook wel plezant. Maar toen was ik al... Ik heb alleen die PS3-port. De Orange Box. De Orange Box, inderdaad. Ja. Maar jij wordt Overwatch er rust aan het spelen? Ja, af en toe als ik een half uur een keer iets anders wil doen, speel ik ofwel Overwatch ofwel één game CS. Opgeklapt. Maar ik speel enkel competitive en dat is een beetje het grote probleem. Ik kan niet gewoon public voor de lol spelen. Ik moet echt voor een doel. Bloedproeven. Ja, ik moet echt voor een doel spelen. Het probleem is dan maar dat snap ik, dat heb ik ook wel gezien. Daarmee dat ik niet graag public speel om dat. Ja, dus gewoon voor de lols. Ja, ik vind dat vooral te frustrerend, maar als je initieel begint als zoiets, dan is het dood. Maar je moet geen competitive spelen als je het nog niet veel hebt gedaan. Het zijn er genoeg die dat doen, hè. Dus je hoort uit. Allee, nu heb je allemaal zo'n ranking systeem, hè. Dat bestond vroeger allemaal niet. Hè. Dus nu bijvoorbeeld bij CS heb je bepaalde ranks. En afhankelijk van je rank worden geteamd met andere mensen die aan het zoeken zijn achter games. En dan speel je zo 5 tegen 5. Maar ik betaal extra. Een aparte service, zodat ik elke maand op speciale servers speel. Met echt mensen die alleen daarvoor betalen, omdat je weet dat die dat veel serieuzer nemen. Ja, online community, dat heb je ook nooit onder controle. Nee, en daarom, ik haat eigenlijk online spelen, puur omdat ik zo agressief word ervan. Maar toch kan ik het niet laten. Tijdens getrouwd door 12-jarigen. Dus wilde gaan landen, zodat je ze ook... In je gezicht kunt zien. Ja, maar ik zeg dat het is van... Met een bruine bal. Je weet dat ze dat nooit in je gezicht gaan doen, hè. Dat zijn allemaal van die Turk online heroes. Ik vond het altijd wel grappig vroeger. Ik heb ook een hoop lands gedaan en dan zo... Geet er dan zo de stoere bedden zo... Er was een ene met een motto. Dat was een brave gast. En die deed dan als het op keiveel wegging, maar je speelde wel top van België. Ik dacht, nee, je gaat niet veel weg. Je zit altijd aan het trainen. Strijd aan het schrijven. Niks mis mee, maar doe niet alsof dat niet zo is. Willen jullie weten hoe oud ik echt ben? 270. Ik heb nog Warcraft 2 in line gespeeld. Oh my god, Peter. Online, is dat wat hij zei? Nee, echt op computers tegen elkaar. Warcraft 2. Ah, maar 2. Echt lokaal LAN. Local, echt local niet LAN. Ergens in een zaal met 1620 hertz. Laura is ook een keer mee geweest naar een land. Dat wil ze nooit van haar leven doen. Dat was verrassend. Dat was verschrikkelijk voor haar. Maar ja, ik wou echt naar die land, maar dat was toen dat ik haar enkel nog in de weekend zag. En ze had iets van, ik ga wel mee. Ik zei, ik betaal uw plaats. En dat was niet zo ver van haar ouderlijk huis, dus we gingen daar dan slapen, want ze wou daar niet slapen. Maar het probleem is, ik kwam gewoon al binnen, maar ze had mij een iMac mee. En al die PC-nerds waren ze aan het kijken. En de Mac...
En dan kwamen ze de hele tijd achter haar staan om ze te kijken wat ze aan het spelen was. Als ze gewoon Sims aan het spelen of zo, terwijl ik bezig was. Zo wat Bart PC Master Race. Ja. En dan zo altijd als ze passeren, zo echt zo... Dat zijn echt zo van die, weet je, van die dikke nerds die anders op de bus gewoon zitten en stinken en zweten. We zijn niet aan typecast. Nee, we zijn niet aan typecast. Ik was zelf ook zo, ja, what the fuck. En, maar die heeft hij zijn bus gekocht. en je weet gewoon dat die nooit iets zouden zeggen. Hè. Die zitten gewoon altijd, zaten gewoon altijd naar een MP3 te staren of in een Game Boy of whatever. En nu in die, op die LAN zitten ze met andere zweterige dikke nerds. En dan durven ze wel. En dan durven ze roepen. En dus dan zaten ze te roepen naar Laura en al. En die had echt zo'n teamsin. Dus ik moest altijd mee als ze naar het toilet gingen en al. Oh, dat is verschrikkelijk. Dat is worst LAN experience in my life. Maar je denkt dan, allee, als nerds zijn we wel een beetje... Ja, een minderheid is veel gezegd, maar toch wel een apart groep. Een subcultuur, zal ik het zo noemen. Toch dus je zou toch al kunnen zeggen, oké, dan moeten we een beetje samenspannen, maar nee. Maar op die lans, dat is zo raar. Je ziet zo de andere kanten van die nerds naar boven komen. Die durven zo wat overdreven veel alcohol plots in consumeren. Ja. Of zo iets te veel Golden Powers van een Aldi. Want ja, dat komt dan toe met zo'n palet. Palet Golden Power. Ja, dat is een soort festival voor nerds, eigenlijk. Maar dat is eigenlijk gewoon een festival voor nerds. Palet Golden Power. Ik ga landen. Ik ben ooit naar de LAN geweest van Junk TV. Ah, ja. Dus ja, toen ze nog bestonden, Junkon. Oh, man. Die hadden zo'n verkeerde take van de LAN, dat was niet normaal. Ze had zo'n aparte zaal met zo heel tijd de dure DJ's van MTV toen nog. Maar dat was zo een aparte zaal, dus al die nerds dan... Ja, waar de fuck zouden we daar naartoe gaan? Die zaten allemaal achter in de PC en er stonden zo gigantische zitzakken en dat maakte ze gewoon kapot. En er stonden zo wat PS2-standen, maar ja, of PS3, sorry. Maar ja, niemand speelde dat. Want ja, hij zit op een PC Master Race LAN, dus ja... En heel tijd zo halve strippers op dat podium en dan zo van die... Daar kijken ze dan toch niet hoor, maar ze zijn aan het gamen. Ja, dat moest ik toch wel zeggen. Daar heb ik toch wel extreme shit gezien. Ja, jij. Nee, maar dus, ze lieten zo'n vrouw op het podium komen. En dan riepen ze zo bingo of zoiets. En dan moesten zo de eerste 200 die een ticketje gingen gaan halen van voor, konden zoiets winnen of zoiets. Maar daar werd echt gevochten, hè. Dus als dat geriepen werd, zo iedereen die sprong zo recht. En echt zo computers van die tafels die geduwd worden om zo eerst daar te gaan... Dat was echt een volledig fiasco. Battle of the Nerds. Maar het probleem was, mijn computer was kapot de moment dat ik toekwam. Ah ja, dat is goed gepland. Ja, maar ja, en mijn pa was op teamweekend of zoiets en mijn ma had geen rijbewijs. En hij heeft nog altijd niet. Dus die kwam er niet komen halen. Dus ik zat daar een heel weekend stond met een kapotte computer. Dus eerst, om even op timing te letten. Nog 10 minuten. Ik was naar de helpdesk geweest. Ik zei, hier is mijn computer... Wat is er kapot dan? Ja, we denken dat, ik weet niet meer, uw voeding is. Dus ik zei, oké, ja, we kosten nieuwe voeding. Ja, we kunnen dat hier wat... Hier hebben we een van 100 euro. Ik zei, what the fuck, 100 euro, dat heb ik niet. Dus dan zijn vrienden van mijn ouders geld komen brengen en een voedselpakket. Dan heb ik een voeding gekocht, maar dan bleek het de voeding niet te zijn, maar ze wilden dat ook niet terugnemen. Oh, fuckers, man. Dus zat ik nog 3 dagen vast. Oh. Dus dan was dat was echt gewoon 3 dagen cringy, een beetje zitten rondkijken. Ja. Ranking. Echt een verschrikkelijke ervaring. Maar ja, ik was zo fan van nerds. Maar ik heb echt zo'n hele historie van... Mijn ouders moeten dat maar een keer vertellen. Van elke land dat ik naartoe ging, ging mijn computer kapot. Maar echt, wat elke fucking land. Ik heb ene land ooit gedaan waar mijn computer niet kapot is geweest. Ja. Maar echte land, hè, dus grotere. Want wat wij wel deden, was elke week samen met dezelfde 4 van op school... Altijd bij iemand thuis. Ja, bootcamp. Ja. Oh, dat moet verschrikkelijk geweest zijn voor onze ouders, hè. Ik weet niet, met 4 boven geen klote te doen. Ja. Dat is waar gezellig. Ja. Wel... Als je de keuze hebben tussen dat of... Aan de kerk sigaretten op. Dat is wel waar, maar het probleem was, like, mijn pa die werkte nachten en dan moesten wij zo stil proberen zijn met 4 in mijn kamertje, met mijn ouders. Zo, maar... Met een Julie erbij. Fuck! Dus ja, daar heb ik ook echt hilarische verhalen. Ik vind het wel interessant, want we hebben nu heel veel over nerds en we zijn er zelf ook 3 dikke nerds. Ik ben een geek, dank u. Sorry. Wat dat cool? Jij bent de grootste nerd van ons allemaal, ja. Maar dat deel dat nerd doen, toen dat ik klein was, dat was verschrikkelijk, hè, om een nerd te zijn. Allee, je wou echt een nerd zijn. En dat is zoveel mainstreamer geworden, waarmee dat ik niet bedoel van, oh, we zijn niet meer speciaal, maar iedereen heeft nu een wandelende computer bij met een smartphone. Ja. Ja, maar iedereen is constant... Op zijn minst spelen ze Jewel Quest of weet ik veel wat, of Farmville of whatever. Farmville. Ja, maar referentie naar 6 jaar geleden. Nee, we zitten toch in 2006? Oh ja, right. Oh nee, toen had ik nog geen Facebook.
Maar ik bedoel maar... Wacht, man, ik moet even met een Tamagotchi gaan voeden. Ik heb dat nog gehad, hè. Winnie. En dat is veel... Ja, dat nerdgedoe is zoveel centraler geworden. Plus al die nerds van vroeger, dat dan zo van, oh, ik ben een nerd, die verdienen nu wat meeste geld. Als die in informatica enzovoort gaan. Dus, ja, dat is waar. Allee, iedereen is constant op social media. Ik vind het een fascinerende evolutie. Zwaar. We zullen er volgende keer over uitwijnen. Ja, dat is goed. Want het is tijd voor de... Random shout-out. Of random shout-out. Shit. Het is echt op met de creativiteit. Waar? Niks. Nee, doe maar. Ik sprak tegen mezelf. Ik heb het gewoon moeilijk vandaag. Oké, okay, ja. ik begin met de random shout-out. Ja, maar een heel gemakkelijke voor mij is gewoon de Metal Slugs op alle platformen, behalve Neo Geo Pocket. Behalve... Waarom? Omdat dat niet zo'n goede versie is. Ah, okay. Dat is een keigoeie versie. Die is goed, maar ja, dat is niks tegenover het origineel. Maar dat is toch niet waar? Hoe kun je dat nu beweren? Ik vind ze niet slecht, hè. Ik vind allee, ze hoe kun je beweren dat dat de minst goede Metal Slug is? Op Neo Geo Pocket, dat is toch niet waar? Echt, is met dingen, van is met tegenover AES en MVS. Is het een walking sim of niet? Ja, maar het moet wel veel schieten. Hij is heel boos. Allee, oké. Ik ben echt razend. Metal Slug. Hij is echt heel boos. Ik ben beledigd. Moet ze wel nog op de Neo Geo CD spelen? Ah, dat is zo nog iets gekalmd, denk ik. Jij nog nooit het van... Ah ja, het wel al een keer opgespeeld. De politie. Ja. Is er eigenlijk een versie zonder frame drops? Ja, de 1. Die op de Neo Geo Pocket? Maar de 1 is toch ook zonder frame drops? Soms. Ik weet niet, dat is mijn vraag. Soms, ja. Neo Geo Pocket is volledig zonder frame drops. Want ik heb de PS2 collection. Ja, maar zelf op de Switch droppen die nog altijd. Ah, ja, okay. Dat is volgens mij expres wordt dat zo gepoord. Misschien dat het wel makkelijker is op momentjes. Nee, dat is super frustrerend. En dan gaat het trager en dan kunnen ze een beetje beter inschatten. Ja, ik vind dat kak, maar als wat. Sommige schmups zijn dat ook. No. Ja. Mijn random shout-out gaat naar F-Zero GX op de GameCube. Dat volgens mij, ik vind dat nog altijd een extreem graaf race-spel en die graphics zijn voor mij ook niet verouderd. Ook denk ik vol, heel de tijd 60 frames per second. Dat ziet er zo goed uit, dat is heel plezant. Ik hou van racers en die snel en heel veel tracks en leuk in track design. Ik hoop dat Nintendo nog eens een nieuwe F-Zero gaat maken. Ook al heb ik geen recente console, maar toch. Dan koopt het wel. Dan zou ik nog een Switch overwegen. Oké. Okay. Damn it. Iets van een random shout-out naar Restart gedaan ooit? Dat weet ik niet. Waarschijnlijk wel. Nee, het is goed. Ik doe een random shout-out naar Mickey en Donald in World of Illusion. Volgens mij ook al gedaan. Is dat ook al gebeurd? Ik weet niet, we hebben het wel vermeld. Heb het gespeeld en heb het dan vermeld. Oké, wacht, dan moet ik even nadenken. Dan doe ik een random shout-out naar... Er plakt trouwens kwel van ja, Lenko op mijn buik. Lenko is de hond van Thijs. Ja, en die slaat altijd met zijn staart in Williams' ballen. Ja, en komt ook altijd aan mijn kruis rieken. Maar dat is normaal bij honden, Thomas. Waarom? Alonden. Ze zijn obsessed door kruisen. Allee. Random shout-out. Oké, random shout-out naar iets op Game Boy? Marco's Magic Football. Op de Mega Drive. Oké, dat is raar. Heel tof game. Ze zijn een mannetje met een voetbal en je moet alles doen met die voetbal. Je hebt al 2 verwijzingen naar voetbalgames gedaan in de Random Shoutout. Ah ja, ik heb het gevoel. Libero Grande. Ja. Ik zou nog denken dat je van voetbal houdt. Oké, afgelopen. Oké, dat weet ik. Doe de afscheidszingel? Ja, afscheidszingel. En een andere. Kom aan, een korte, snelle. Oké, wow. Ja. 3, 2, 1. Goodbye, farewell, auf Podcast, Wiedersehen. Voilà, dat is mooi.